Kindje met Down syndroom is gewoon alles. Nou, daarvoor heb ik mondmaskers doen we op. We hebben handschoenen. Hoi, ik ben Prina. Ik ben getrouwd met Wiebe. We hebben twee zoontjes, Bink van 11 en Hero van 10. Hero heeft Down syndroom. Wat voor ons wel een beetje moeilijk is, is Hero met zijn Down syndroom. Hij is wel 10, maar hij is in zijn ontwikkeling van 2,5. Hij moet altijd in de gaten gehouden worden, ja, kijken wat hij doet. Maar ook vraagt hij heel vaak veel aandacht. Zo heeft hij onze kat ook eten gegeven. Maar ja, wat brokjes, dat ruikt niet eens lekker. Dus hij heeft lekker zijn hele bak volgenomen met chips. Want dat is veel lekkerder. Dus hij probeert het zo lief en hij doet het super goed. Maar hij helpt ons eigenlijk een beetje van de regen in de drup. Hoi, dit is Felix van de Wissel, huisarts. Waar ben ik nu mee bezig? Vandaag heb ik met name een spreekuur die gericht is op allerlei bewegingsapparaat problematiek, oftewel schouders, knieën, ruggen. Mensen die al een lange tijd pijn hebben en die eigenlijk al eerder van mij injecties hebben gekregen. En die mensen zitten eigenlijk allemaal thuis te wachten totdat ze eindelijk naar de dokter konden. De gewone pijnstilling helpt dan niet. En nu komen ze bij me eigenlijk voor die injecties. Dus nou, daarvoor heb ik mondmaskers doen we op. We hebben handschoenen. Ja, we hebben hier de desinfectant en dat soort dingen die hier staat. Patiënten hebben eigenlijk ook nu een mondmasker op als ze even binnenkomen. En we hebben ervoor gezorgd dat mensen niet allemaal tegelijkertijd binnenkomen. Dus er zitten gewoon 10 minuten extra tussen iedere patiënt, zodat ze elkaar eigenlijk niet meer zien. En dat werkt. Mensen zijn er erg blij mee dat het weer gaat lopen. Ze dachten eerst allemaal dat ze niet meer terecht konden bij de huisarts alleen voor spoed. Nogmaals, niet het geval. We starten gewoon weer. En natuurlijk is het anders dan voor de corona, maar gelukkig kunnen we weer gewoon normale zorg bieden. En daar ben ik onwijs blij mee. Nee, ja, kijk dan! Oh, mooi. En zo heeft hij ook, had hij lekker aardbeiensap en heeft het gedronken en zo lief. Hij ruimt het weer terug op in de kast en hij zet het ondersteboven, net als alle andere glaasjes staan. Maar als wij dat dan pas de volgende ochtend zien, ja, dan zit die aardbeienkring gewoon al in de plank. En dan sta je echt wel even te boenen voordat het eruit is. We moeten met de heren gewoon 1000% alert zijn, elke seconde. Het is echt geweldig, ik zou nooit willen missen. En tegelijkertijd heb ik echt tijd nodig om gewoon bij te kunnen slapen op zijn minst. Om die energie weer bij te kunnen tanken. Het is heel dumbel. Een kindje met Down syndroom is gewoon alles.